even naar mevrouw Kuipers. Er zijn verschillende facetten die mevrouw de Lange belicht. En eigenlijk is het heel nuttig dat ze zo emotioneel, en ik zou haast zeggen irrationeel reageert. Want het geeft weer aan dat de Labour-regering en de andere partijen. En gelukkig waren er gisteravond weer demonstraties van pro-vredesgerichte Israëli's in Tel Aviv die zeggen. De weg van Netanyahu, de soundbites met een haast racistische, demagogische teneur over de Palestijnse vredespartner. Mevrouw de Lange, ik heb u laten praten, mevrouw de Lange. Met een racistische teneur over zijn Arabische vredespartner die in het nauw wordt gedreven. En niemand zal hier beweren. Ik zal de laatste zijn dat Arafat opeens de perfecte regeringsleider is. Maar kijkt u wel naar de omstandigheden. Er is geen economische groei. De mensen in Gaza, bijna 1 miljoen mensen zitten dag in dag uit gevangen. De groei van ik heb een dochter van 18 maanden. U zegt de meerderheid van de Israëlische bevolking staat achter die vredespoging. Maar wordt die dan door Netanyahu vertegenwoordigd? Die wordt absoluut niet door Netanyahu vertegenwoordigd. Die is wel gekozen als premier. Netanyahu is gekozen, nou ja, op het randje, door uiteraard door de speciale verkiezingsregel. Maar er zijn... Inmiddels zeggen veel mensen, maar dit was ook niet wat we bedoeld hadden. Er is een soort van fatalisme. Als ik het kijk naar de familie van mijn eigen man, die hebben gekozen dus. Vorig jaar is mijn 70-jarige schoonvader neergestoken door een Joodse meneer. Die is een kufeya, dat Arabische hoofddoek. Waar was dat? Op de Tielet, op de Hamon en Nesif, waar hij woont. Dat is nooit gebeurd. Nou,